mei op voor 2020. We kennen elkaar van de eerste communie in deze kerk. De ouderavond van half maart is helaas niet door kunnen gaan door de voorschriften van coronavirus in overleg met de directeur van de school. En ook nu kan het nog niet een ouderavond zijn. We hebben samen met de werkgroep iets bedacht. We zullen de ouderavond eigenlijk kort vertellen hier in de kerk, ook samen met de werkgroep. Ja, welkom jongens en meiden, en dan papa's en mama's natuurlijk. Nu zitten jullie thuis te kijken. Normaal zitten jullie voor ons in de oude afschool. Half maart zou inderdaad die informatieavond zijn geweest. Maar door de omstandigheden staan we op een andere plek, een heel bijzondere plek. Een hele mooie plek mogen we eigenlijk vandaag al eens gaan staan. Om toch een voorbereiding te doen voor het fonds. En wij als werkgroep, met z'n tweeën dan ook maar, Karen en ikzelf, Katelijne. Misschien kennen jullie ons nog wel. Ik ben als moeder van Linda op 7 en Rick en Martijn. Rick heeft vorig jaar hier gezeten, deed het voor ons al. En de oudste heeft al 3 jaar geleden het voor ons al gedaan. En dat geldt voor elkaar ook. Sven zit in groep 7, die kennen jullie vast wel. En Romy is ook al 3 jaar op de middelbare school. Dus wij met z'n tweeën gaan als werkgroep samen met de kapelaan jullie begeleiden in het voorbereiden van het vormsel. Nou, wat gaan we bespreken in deze video? Tenminste, even voor jullie laten weten wat we als voorbereiding gaan doen. Nou goed, het welkom, dat hebben we net gedaan hier op deze locatie. Zometeen geef ik het woord aan de kapelaan. Daarnaast gaan we het hebben over het thema, wat het thema is van het vormsel. Bespreken we daar een stukje informatie over wat gaan we doen, wat gaan we maken, de werkboeken die tevoorschijn komen en waar we aan gaan werken in die weken. Nou ja, een stukje vragen, die slaan we deze keer over, want dat wordt een beetje lastig op deze manier. Maar dat kan achteraf natuurlijk altijd nog. En daarna volgt nog het eindje informatie. Mag ik eerst het woord door aan de kapelaan? Gevormd worden. Op school heb je al van de jongste leeftijd geleerd over vormen, al in de peuterklas. Je hebt een rondje, een cirkel, je kunt een driehoek maken, een vierkant of een rechthoek. En met die vormen, dat heb je ook al als kleuter gedaan, kun je bijvoorbeeld met een blokje en een driehoek een huisje bouwen, een boot maken of een eenvoudig mensje met een blokje, een rondje en zo'n hoedje erop. Later heb je geleerd dat letters woorden vormen en woorden met een zin een tekst of een heel verhaal. Een verhaal dat echt gebeurd is of dat gebeurd zou kunnen zijn. Of bijvoorbeeld een gedicht. Met twee lijnen kun je een plus tekenen en dat is eigenlijk het teken van de kerk. Je hebt geleerd wat het ook betekent dat er tegen jou wordt gezegd dat je in het leven gevormd wordt. Heel binnenkort, in de zomervakantie, basisschool de Doelop 4 in mei al daarmee klaar. Dan zet je een belangrijke stap voor een stuk ook je eigen keuze, de middelbare school. En die is in mei al niet. Je zult naar een ander dorp moeten gaan. De vorming in deze dingen op de middelbare school gaat verder. Waarschijnlijk komt er nog een andere school na. En dan wordt door ons nu gezegd dat je gevormd gaat worden in de kerk. Ooit ben je als babytje naar de kerk gebracht voor het doopsel. Je kon nog niet zelf lopen, je naam zeggen en eigenlijk ook niet of je dat wilde. De volgende stap was in groep 4. Je kwam op de straat van het Oranje Hotel zingend naar de kerk. Je mocht tekstjes lezen, blokfluit spelen en helpen met voorlezen en zingen. En nu in groep 8 komt de derde stap, voor de grote stap naar de middelbare school, gevormd worden. Je komt naar voren, je ouders naast je en zij leggen een hand op je schouder. Want bij de kerk hoort dat vorm van het kruisje, waarin in deze tekening heel veel zit, een horizontale lijn en de lijn naar boven verticaal. Bij het dopen werd die gemaakt door je papa en mama en door je peetoom en peettante, eigenlijk je doopouders. En de priester tekende hem met water en heel bijzonder, met zijn duim maakte hij een goudkleurig kruisje met zalf. Bij de communie leerde hij het kruisje zelf maken, Vader, Zoon en Heilige Geest.
drie stappen met drie kernfeesten ben je in de kern voor de kerk gevormd. Bij het dopen God de Vader, bij de communie Jezus de Zoon en nu dus bij het vormsel de Heilige Goede Geest. En elk jaar zijn er in de kerk ook opnieuw drie feesten die daarbij horen. Kerstmis, kindje dat geboren wordt, Jezus. Pasen, Jezus met zijn vrienden rond de tafel van de communie. En het feest van Pinksteren hoort bij de Goede Geest. Bij het vormsel gaan we kijken naar een nieuwe stap. En dat je ook zelf gaat proberen deze Goede Geest in jouw leven te bewaren en uit te dragen. En we vragen aan God de Vader, Jezus de Zoon en aan de Goede Geest dat je beschermd wordt. Dat je vertrouwt en gelooft in andere mensen en in God de Vader, Jezus de Zoon en in de Goede Heilige Geest. Het thema dat we tijdens deze vorming gaan hebben is met de wind in de zeilen. Nou, dat spreekwoord dat kennen jullie vast wel, anders kun je ouders natuurlijk nog eventjes vragen, maar jullie weten vast wel dat dat betekent. Je hebt succes hebben, het gaat je goed. Nou, dat wensen jullie natuurlijk allemaal toe voor heel die vorming, voor je toekomst. Dus dat is een heel mooi thema om aan te gaan werken tijdens deze voorbereidingen. Nou ja, goed, zoals je in het plaatje al kan zien, een huwelijksbootje. Jullie ouders die zijn op een gegeven moment samen in een bootje gestapt en hebben in die reis op het bootje vast wel eens een keer flinke tegenwind gehad, wat storm onderweg, maar zijn daar toch recht in blijven varen. En uiteindelijk zijn jullie in dat bootje terechtgekomen. Toen jullie geboren waren, stapten jullie met je ouders in een bootje. Misschien nog met je broertje, zusjes, broertjes, zusjes. En samen gingen jullie in dat bootje varen. Uiteindelijk hebben je ouders voor gekozen om je te laten dopen. En uiteindelijk heb je ook je communie gedaan. Hier in de kerk, zoals de kapelaan het ook al vertelde. En tijdens die voorbereiding daarvan, van de communie, hebben jullie geleerd om het kruisje te maken. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus dat hebben jullie op die manier geleerd en die neem je dan ook mee, ook in het vormsel. Je Heilige Geest is een soort kracht, een ondersteuning, die zorgt dat je de moed houdt en dat je er ook voor de medemens bent. Dus je gaat ook in je eigen bootje varen en dan is het heel fijn dat je daar ook heel krachtig in bent en een goede toekomst in gaat varen. Want je zult nog genoeg wisselingen hebben in je route. Je nieuwe klasgenootjes, je nieuwe vriendjes, een andere sport misschien, je gaat een andere school, je gaat op een andere manier naar school toe dan dat je nu lopend naar school gaat, met een hele grote fiets en een grote rugzak achterop. Zo ga je een nieuwe route varen. En daar kunnen jullie best wel een duwtje voor in de rug gebruiken. En om te zorgen, en je ouders helpen daarbij, dat je de goede koers vaart. Het vormsel hoort daar natuurlijk ook bij in die volgende stap. En bij het vormsel geeft de vormheer je een zalving, een chrisma en een handoplegging van je ouders. Die handoplegging is natuurlijk heel belangrijk, ook in die mate, in die volgende stap die je gaat maken. Want die handoplegging heb je ook nodig. De steun van anderen, van je ouders, je familie, je omgeving, om je op de goede weg te helpen en te blijven sturen. Deze tekens kennen jullie wel, geloof, hoop en liefde. Geloof, het kruis natuurlijk, het kruis hier in de kerk. Thuis zul je vast wel een kruisje hebben of aan je kettingje hangen. Belangrijk teken voor geloof. Hoop, het anker. Aan je bootje, natuurlijk een heel belangrijk onderdeel aan je bootje, want je zult af en toe moeten stoppen. Je anker uit moeten gooien, om te bevoorraden of juist even uitrusten. En je kunt niet altijd door blijven gaan. Even een pauze is ook belangrijk. Liefde, het hart. Liefde is natuurlijk heel belangrijk. Liefde voor anderen, liefde naar jou toe. Een heel belangrijk onderdeel waar we niet zonder kunnen. Maar deze tekenen geloof, hoop en liefde, die zijn dan niet alleen maar omdat ze mooi zijn, maar kunnen heel troostend zijn, bemoedigend zijn. En ze plaatsen ons ook steeds voor een nieuwe keuze, een ander moment, een andere keuze, een andere richting die we ingaan. En het maken van eigen keuzes is heel belangrijk in de weg die je gaat. De boot die jullie gaan maken. Wind in de zeilen, dus daar hoort een hele mooie boot bij. Op de boot als voorbeeld zien jullie maar een heel mooi plaatje, die is voor jullie, die gaan jullie ook eentje maken. We hebben erbij staan dat we 15 mei de boten zouden gaan knippen. Dat hebben we als werkgroep al gedaan. Dus ouders, daar hoeven we geen hulp meer voor te hebben. Was dan eenmalig, volgend jaar vragen we het wel weer aan de ouders om te helpen. Leuk om te doen, maar met een beetje hulp wordt het nog wat makkelijker. Dus
gewoonten zijn geknipt, die worden op school afgegeven. Dus in de klas krijg je die. Er komt een mail met alle uitleg over hoe dat precies de boot gemaakt moet worden. Op 26 mei verwachten we hem weer terug op school, zodat we hem eind die week hier in de kerk op kunnen gaan hangen. En mooi versierd is voor Pinksteren. Op de boot, wat ga je daarmee doen? Wat ga je, het linkerzeil, ga je daar een hele mooie collage van maken, bijvoorbeeld over je verleden. Hoe je was als baby, een foto van je als baby, of de eerste keer dat je leerde fietsen of ging lopen. Je huis, je gezin, nou, alles mag je op het linkerzeil plakken. Je mag tekeningen plakken, foto's maken, wat je er wel van wil. En op het rechterzeil komt de toekomst. Wat hoop je? Wat wil je later worden? Naar welke school ga je? Heb je wensen? Nou, dat mag je allemaal op het rechterzeil plakken, tekenen, foto's van je van maken, wat je zelf wil. Onderaan de boot komt natuurlijk heel mooi je naam te staan, zodat we als het hier in de kerk ophangen, dat het ook heel mooi te zien is dat het jouw boot is. Dan zien we aan de rechterkant daar onder in een rood hartje. Daar komt een wens in van jullie ouders, een toekomstwens. Mogen daar een stukje op gaan schrijven. En uiteraard natuurlijk vergeten we het anker en het kruis niet. Die komen daar ook aan de boot te hangen. En dan hebben we een hele mooie boot die we hier in de kerk kunnen ophangen. Mooi versierd. Het project waar we mee gaan werken is Wij worden gevormd. Er zijn werkboeken voor de kinderen, voor de vormelingen zijn werkboeken, voor de ouders zijn werkboeken. Normaal gesproken zouden we in groepjes van 4 tot 6 personen met 2 ouders bij elkaar komen. Na school, gewoon iedere keer in de week, een uurtje om aan dat werkboek te gaan werken. Nu zijn de omstandigheden anders, dus zullen we daar een andere invulling voor moeten geven. Maar we willen wel de komende weken besteden aan die werklessen. Dus eigenlijk vanaf nu tot 12 juni in die weken willen we de werklessen, werkboeken gaan maken, de werklessen in gaan plannen. En dat laat ik een beetje over aan jullie. We mailen alle ouders dat jullie ook weten welke klas, welke vormelingen bij elkaar zitten. En spreek dan samen met dat groepje af of je met videobellen af gaat spreken of dat je individueel het werkboek wil gaan maken. Alles mag. Vul dat zelf in wat het beste bij je past en waar je het beste bij voelt. Dus de komende weken zijn voor die werklessen. Boekjes zijn duidelijk, daar staan alle opdrachten in. De werkboeken aan de ouders komen per mail, dus iedere ouder heeft het werkboek. Dus dan hoeft dat ook niet in groepjes bij elkaar, dus mocht je dat niet willen. En de uitleg volgt verder volgens de instructies volgens het werkboek. Ik denk dat dat duidelijk is als jullie het voor ogen hebben. De laatste informatie die we jullie nog willen geven is het stukje het kostenplaatje. Het kosten voor dit hele project is 15 euro, inclusief dus het werkboek, het oude werkboek, het Vormse werkboek, de boten die gemaakt gaan worden, het karton, wat allemaal op school geleverd wordt, de foto's, wat hoe het met foto's gaat dit jaar, dat weten we nog niet precies, dat moeten we nog even afwachten. Normaal gesproken maken we maakt de fotograaf natuurlijk een foto van de vorming zelf en een groepsfoto met de klas of met de hele groep. Hoe het dit jaar gaat zijn, dat weten we nog niet, maar daar komen we dan op terug, zodat we het op zo'n past mogelijke manier invullen. Verder volgt alle mail via de Vormse werkgroep, dus niet meer via school. Alles komt van ons, vanuit de Vormse werkgroep uit. Alle formulieren die ingevuld moeten worden, verwachten we dan op die manier ook weer terug. Het staat allemaal in de mail duidelijk beschreven. Mochten er uiteindelijk nog vragen zijn, stuur ze ons, vraag het ons. We proberen het zo goed mogelijk uit te leggen en zo goed mogelijk te helpen in welk gedeelte van het hele traject het dan ook zou zijn. Wij wensen jullie in ieder geval heel veel succes en heel veel plezier met het project, met de werkboeken, met het maken van de boten. We zijn heel nieuwsgierig wat voor creatieve boten daar voor terugkomen. Wij wensen jullie daar heel veel succes en heel veel plezier mee. En tot gauw. Tot binnenkort.